En in het huidige feest gewoon geleefd. Ja. Als je naar nou voren loopt, is dat een heel gevaarlijk moment. Ja, doe lekker je handen. Zijn je familie of wat is het? Nee, reizen samen. Oh, reizen, oké. Okay. Ja. Oké, okay. Een klein stapje naar voren dan. Een klein stapje naar voren, ja. En dan staat iemand achter je. Kijk, ik hoef nooit te vallen, maar als ze vallen, moeten ze wel de armen van iemand vallen. Hè. Bescherming is goed. Die handen lekker zo, is dat dan? En mag je armen even beter houden? Kan het dan beter dan zo? Pak maar even arm. Ja. Dan leg je maar lekker op Jezus. Pak je arm maar, ja. Want God zegt, mijn dochter, u bent echt een gebedsorder. U bent een bidder. En God gaat u nog veel meer zalven om te bidden. Want u weet niet hoe belangrijk uw gebeden zijn. God zegt, uw gebeden, die houdt dag en nacht uw gebeden. En u mag nog meer gaan bidden, voor wat dan ook. God wil u echt uitdagen. Van dagen naar uit, zegt God. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar God zegt, ik zal u verhoren. Ik zal u verhoren. Of het nou om geld gaat, of mensen redden, of om Israël. Waar u voor bidt, ik heb u verhoord, zegt de Vader. En God zegt, ik zie ook een steen in uw hand. En die witte steen die ik zie in uw hand, daar is een nieuwe naam in gegraveerd. Een hemelse naam, want Openbaring zegt, ik heb je een nieuwe naam gegeven. God heeft u een nieuwe naam gegeven. Een naam van uitblinkendheid. Want uw hart is vergoud, want u bent nergens onder de indruk. De apostolische vrouw, die kon eigenlijk iedereen zien. Maar ik ben niet onder de indruk. Want je hebt een goud hart. Ja, halleluja. Ik pak even uw hand zo. En wauw. En ook dat klokje. God heeft een tijd voor u. En de tijd is nu dat u nog meer gaat opstaan. Nog meer. Want u gaat nog meer bidden als nooit tevoren. En denk niet van, nou het valt wel mee joh. Nee joh, u bidt wel, maar soms denkt u daar te klein over. Bid maar voor Israël, alsjeblieft. Bid maar voor deze gemeente van Hans. Bid alsjeblieft, zeg God tegen u. Want uw gebeden zijn belangrijk. Want u hoort er helemaal bij. U bent een apostolische vrouw. Weet je waarom ik dat zeg? Want mensen begrijpen het vaak niet. Iedereen denkt dat apostolen, profeten op het podium staan. Dat is niet waar. Iedereen heeft een karakter. Of apostel, of een leraar, of een herder, evangelist, of een profeet. Want zo zijn die karakters. Ik kan mensen lezen op het grond van karakter wat ik zie. Dat wil niet zeggen dat iedereen op het podium staat. Want sommige apostelen bidden thuis. En die staan niet op het podium. Sommige profeten zitten in een kindercrash. En die zeggen die kinderen, begrijp je? Dat is een karakterbediening gaat eigenlijk. Zo is het, ja. Wow. Ja, ik zag iets gebeuren. Wauw, halleluja. Ik zag ineens iets komen voor u staan. Dat was goed, dat was een engel denk ik, of zo. Ik zag niet die engel heel goed, maar ik zag een heel mooi. Kijk, die waar u mee rijdt, heeft zo'n kruis om zijn hals. Maar die ketting die u kreeg was heel groot en een wit kruis. Het is mooi, maar het hemels is mooier dan aardse vuil. Maar God doet een nieuwe ketting op. Met zo'n witte, mooie ketting met het witte kruis. En dat is een eerbetoon aan u. Ja, eerbetoon. Want het wordt, ik geloof dat God u gaat eren. Ja. Ja. Oh, mooi. Ik zie ook een hele witte lint om uw armen heen komen. God is aan het bekleden. Ja. Ik zie een witte mantel met blauw van Israël. Weet u wat van Israël? Ja, ik denk wel, maar nog niet speciaal, maar ja, ik ben wel voor Israël. Ja, amen. Ja. Ik zag die kleur van blauw in die witte mantel. Ik geloof dat God u vraagt of u wilt bidden voor zijn oudste zoon Israël. En dan kost het maar gewoon, kijk, je bent niet zoals mij of anderen. Je hebt soms intercessors die kunnen uren bidden. Dat doe ik ook niet hoor, maar ik kan wel bidden. Weet je wel, maar ook al is het maar een minuut. Want die minuut is zo belangrijk van God. Als u aan Israël denkt, ga God aan Israël denken. En dat is een woord van God. Amen. Amen. Oh, mooi hè? Prachtig hè? Ja. Halleluja.